Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Need for Speed. We zijn in de stad, we gaan naar Amy's ding toe. En dat houdt in dat we 241 km per uur moeten rijden, minimaal, in de time trial. Dat wordt echt moeilijk. Dat wordt echt heel moeilijk volgens mij. Als we het in de achteruit proberen bij deze Porsche. Want dit ding is echt bloedsnel. Dus dat komt helemaal goed. We gaan ons best doen, dat wel natuurlijk. Laten we beginnen. Het is dus verder gewoon een time trial. Wat ook wel cool is, maar je hebt dus nog een extra challenge, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel erg leuk gedaan. Dat zorgen we voor wat meer variatie ook in de races. De voorkant van de auto is wel een beetje kapot. Maar ja, niet het einde van de wereld zijn. En we gingen dus voor 241 km per uur. Ik ga gelijk even mijn nitro gebruiken. En done. Nou, dat was de target. Dat was leuk. Nu alleen de target tijd nog. Even volle concentratie erbij natuurlijk. Voor de rest is de Porsche nog niet aangepast trouwens qua handling. Omdat ik eerst even wil cashen om hem verder te upgraden. Zodat ik meer kan instellen qua handling, zeg maar. Want zoals nu, hij wil wel driften, maar net niet helemaal zoals ik wil. Soms drift hij net niet, zeg maar. En hoe meer parts je koopt natuurlijk om dat allemaal te kunnen instellen, hoe preciezer je het kunt afstellen. En dat maakt het allemaal net iets fijner natuurlijk. Zodat je echt de ultieme settings kunt vinden qua handling die je fijn vindt. En voor nu staan ze nog niet fijn met de Porsche. Maar dat komt nog wel goed. Al fucking verkeer hier. Waarom op sommige wegen op de snelweg eigenlijk totaal geen verkeer. En hier op al die bergwegen is juist wel verkeer. Dat is toch echt gewoon knap. Dit deel van de map ken ik heel goed. Hier heb ik in de beta echt gigantisch veel gefarmd. Er was toen één race voor 12.000 cash. En dat was hier in de bergen. En die kon je over en over en over doen. En zo heb ik al die cash gefarmd. En wel meer mensen trouwens. En zo kon je alles kopen en doen en testen en weet ik het allemaal. Dat was wel heel handig. Dus vandaar dat ik dat stukje berg heel goed ken. Moet hier rechtsaf. Porsche. Ik weet het, ik gebruik heel weinig nitrous. Dat komt omdat er ook eigenlijk weinig momenten zijn om dat te gebruiken. Het is heel veel bochten. En dat ding is snel genoeg uit zichzelf al om op de rechte stukjes aan maar vooruit te komen. Dus ik hoef dan niet nog eens nitrous erbij te gebruiken. Zoals nu is het wel handig natuurlijk van nog wat hogere topspeed en shit. Ik ga even naar die kant, want het voelt net iets fijner aan de goede kant van de weg. We zijn bijna bij de finish volgens mij. Die target time. Hoe had wij die verslaan? Dat is niet gezond. Serieus. Met nou, bijna een minuut. Bijna. 50 seconden. Dat is gewoon niet gezond. Zo snel. Dat is echt perfect. Oh, dat is echt mooi. En we zijn level 17. Dat waren we volgens mij al. Maakt natuurlijk niet uit verder. En, succes. Dank u, dank u. Exhaust tips. Now perishable. Ik ben benieuwd of wij hier überhaupt andere exhaust op kunnen flikkeren. Ik vermoed weer van niet. Want ik vind dat jammer en lelijk. Maar ik zal eerst even Amy's dingen. Bunny, oké. Dat is wel cool. Dus iemand anders heeft zomaar een tijd verbroken en dan moeten wij die tijd weer verbreken. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat zat ook in de crew, wat ik me kan herinneren. Maar ja, wat ik dus jammer vind is dat je dus vooral bij de exotics gewoon weinig kunt aanpassen aan het uiterlijk. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Ferrari 458 of weet ik veel, de Italia, dat ding. Daar was maar één bodykit voor. En in de beta. Wat ook inhoudt waarschijnlijk dat er ook maar één bodykit is in de full game. En dat vind ik wel jammer. De beta was eigenlijk gewoon de full game. Maar dan met een limit erop. Je had een level cap van 25 of zo volgens mij. Dus dat vind ik echt jammer. Want in de beta had je dus gewoon eigenlijk alles al zitten. Dus er is vrij weinig tot niks nieuws. Hier is trouwens een auto die we even meepakken. Met een port. Hadden we die al? Nope.
Mooi, 4 van de 12 hebben we. Dit ding is echt soms te snel met vooruit vliegen. Is niet goed. Ik weet niet eens waar ik eigenlijk heen rijd. Moet ik dat eens zeggen. Waar gaan we heen? We hebben Amy. Met dat lab ding. We hebben een time trial met Spike. En we hebben een drift train. We gaan eerst wel even de drift train doen. We gaan er niet naartoe rijden. We gaan even teleporten. En ik weet, ik kan mijn Porsche al upgraden. Maar, zoals ik zei, ik wil ook nog een... For fuck's sake, drift train. Ja, is helemaal goed. In a pack, dus close to the orders. Al die fucking telefoontjes. Daar word ik echt helemaal gek van. Echt. Ugh. Ik heb in het echt ook een teringekel als mijn telefoon overgaat. Ik vind het echt helemaal niks. Laat staan in deze game. Daar word ik helemaal gek van. Dat is echt mijn... Ik vind de game geweldig, maar het enige ding wat ik me gewoon aan erger is de hele tijd dat je gebeld wordt. Zo gauw als je een race hebt gecomplete, dan gaat die telefoon weer af. Oh, echt. Maar oké, we gaan de drift in. Beat the target score with Robin. Yep, ben er. Maar ja, zo ik zei trouwens, ik wil dus die andere auto natuurlijk ook kopen voor de drifting, eigenlijk zoals dit. Ik nou aan het doen ben. Die dingen zijn wel te doen met de Porsche. Oh, Steven de groep te scoren. Waar is die groep? Oh, dat is alleen Robin. You serious? Ik moet de hele tijd wachten op Robin. Oh, for fuck's sake, vrachtwagen. Nou moet ik dus bij Robin in de buurt blijven. En dit is ongeveer de afstand. Dus voor of achter Robin, dat zag je net. Dus nou wil ik Robin inhalen en dan beuk ik haar ook nog. Kijk, en nu scoor je dus geen punten, hè. Zo'n mooie driftchain. En dan scoor je geen punten, omdat Robin niet in de buurt zit. God damn it. En nu heb ik te weinig snelheid om hier überhaupt nog een drift uit te halen waarschijnlijk. Dan valt het zo. Maar dan nog zomaar, dat is echt zo lelijk. Perfect nutjes. Dat is echt zo lelijk. Kijk, moet je kijken wat ik Robin inhaal ook. Kom op Robin met je BMW. Maar ja, drift dingen wil ik eens met een andere auto doen. You serious, te ver weg. Hier moet je echt gewoon een langzamer auto voor hebben. De Porsche is gewoon te snel hiervoor. Hij drift verder wel goed, zoals je ziet. Hij drift heel goed. Kom op Robin. Fuck jouw taxi, dat was echt precies tussendoor. Die auto wou niet naar rechts sturen. Omdat ik nog in de drift zat, wou de auto niet naar rechts sturen. Dat was lelijk. Maar ja, target van 26.000 en we zitten op 71. Dus we zitten verder wel goed. Probleem niet, maar... Dat is echt gewoon eigenlijk met alles zo in de game. Het probleem niet als er wat misgaat, want je kunt het makkelijk inhalen. Maar het is gewoon jammer soms, vooral met dit met de groep gezeur. Omdat je gewoon zo snel bent nu. Oké, is misschien ook mijn eigen fout omdat ik met deze auto ga, maar... Level up, level 18. Nou, 100.000, 110. Helemaal prima. Hoe lang gaat deze drift heen nog door? Oh god, al die auto's. Kijk, nou drift ik aan, maar omdat zij gecrashed is, krijg ik geen punten. You fucking serious game. Net voor een chille bocht ook. Dankjewel Robin. Voor het setje. Zijn we bij de finish of zijn we bij de finish? God dank. Oh, dat is echt niet te doen met deze Porsche. Dat is echt gewoon een probleem. Die Porsche is te snel. Maar het was wel leuk om te doen. Die drift train shit is echt wel leuk om te doen. Maar je moet er echt een geschikte auto voor hebben. Vandaar dat ik ook heel snel die drift build auto wil hebben. Dat was sick. Roads were awesome. Wish I had more time to hang, but I gotta fly. I'll catch up later. Later. Bye.
De balde. Dat was deze race volgens mij. Deze levert dan elke keer 12.000 op. Nu maar 3500. Gaan we nou even de speedway doen? Dan gaan we wel even heen rijden. Spike race. We hebben nog een spike race trouwens. Damn. Spike is... win the races against Spike ook. Manu is in de bunker. De bunker is hier. Daar gaan we ook nog wel naartoe. Maar we gaan nou eerst even die spike races doen. Even gauw. Dan die lap ook nog. Deze lap race. En daarna gaan we het nieuwe auto kopen. Met een beetje geluk in deze port nog. Dus dan weet je gelijk wat mijn driftbuild auto is. Want die wil ik echt graag hebben. Dat is echt een must. Voor races kan ik Porsche gebruiken. Voor driften wil ik dan niet gebruiken. En dan hebben we eigenlijk al dat een beetje wat de game ook wil. De ways to play, zeg maar. Dat je echt een speciale auto voor elk ding pakt. Oké, okay, let's go. Time trial. The Speedway game. Look, don't worry about kicking this run's ass. Just see how close we can get. You know, maybe then we can figure out how he did it. Also, ja, ik moet gewoon die tijd ook weer verslaan. Dat is, ik vind dat leuk. Het idee, het is gewoon een time trial. Maar het idee is dus dat je Magnus Walker zijn tijden gaat verslaan. Om, zeg maar, of nou ja, aandacht te krijgen. Klinkt een beetje raar, maar for fuck's sake, kutbusje. Kutverkeer, waarom rijdt hier verkeer nogmaals? De hele fucking snelweg is leeg. En dan hier in de bergwegen rijdt verkeer. Gewoon, onbegrijpelijk. Maar dat je dus in principe erkenning ervoor krijgt, zeg maar. En dus opvalt bij Magnus Walker ook. Dat die man je ziet staan. En zegt van, hey, jij bent best snel. Met jou wil ik wel vriendjes worden. En dan kunnen we Spike dumpen. En dan, dan wil ik hem wel zien janken. Fuck Spike. Die bocht nam ik niet geweldig. Maar die target time, dat wordt natuurlijk geen enkel probleem. Maar dat iedereen het snapt, maar... Het is alleen jammer met dat busje. Dat busje verneukte gelijk al de run. Als je het echt snel wou doen tenminste. Voor een toptijd ging. En voor de rest, deze Porsche echt een aanrader. Als je zelf de game hebt en ook mijn video's kijkt. Wat ik zeer waardeer. Dan is dit zeker een aanrader om te kopen. Want dit is echt een beest. En dan is mijn driftbeeld, die we straks nog gaan kopen. Dat is ook echt een aanrader. Dat is naar mijn mening de fijnste driftauto. En het klinkt allemaal raar dat ik dat zeg, omdat ik gewoon nog in de story zit erna. Maar dat komt allemaal van de beta af. En dat, aan de ene kant is het handig, aan de andere kant is het misschien jammer. Maar het helpt mij wel persoonlijk. Ondanks dat ik 10% korting heb natuurlijk, wat ook chill is. Is het ook wel zo dat... Het zonde is om geld te verneuken. Als jij een auto koopt die echt gewoon kut is en je gaat er vanuit... Zeg maar, zoals bij die Subaru. Ik kwam van die Subaru af en ik had er eerst nog geld in gepompt, zodat ik in de beta had gedaan. Bleef een kut auto naar mijn mening. Dan moet je nog verder sparen voor een nieuwe auto. Dat duurt allemaal heel lang. Dus dan zit je de hele tijd nog opgeschreven met die BZ. Dan koop je, noem wat, de Skyline, de F430. En dan blijkt die ook tegen te vallen. Tenminste, in de beta vond ik het tegenvallen en Dennis ook. Terwijl die hele grote R34 fan is, zeg maar. Hij reed erin en vond hem ook super kut en ik ook. En dat zou echt kut zijn als je gewoon in de full game zit. Want dan verneukt alles. Helemaal zo, maar in mijn geval ook met video's en eigenlijk. Hè. Dan is het allemaal een beetje jammer. En niet meer zo blij en enthousiast en shit. En bij deze auto, dit is echt een beest. Dus dat, ja, is leuk ook voor jullie om naar te kijken. Dus op een manier is het niet slecht, naar mijn mening. Hey, did you know your friend is tearing it up out here? Posting some serious numbers. I would think twice if you're looking to bail on this one. Aha, dadelijk. We hebben nog een spike race. We hebben dan Robin's ding ook nog. Circuit race. We gaan eerst even spike zending doen. Ik weet niet eens hoe duur die auto is. Volgens mij is die auto helemaal niet zo heel duur. We gingen niet spider race doen trouwens. We gingen deze doen. De lap race met Amy. Gaan we daar naartoe rijden? Nee, gaan we niet. We gaan teleporten. En daarna gaan we dus even een nieuwe auto kopen. Zoals ik nou al meerdere malen heb gemeld in deze port. Mijn excuses. Ik val in herhaling. Oké, dat is niet grappig. Ik zal stoppen.
We gaan dus een target time beaten. Dus niet van Magnus Walker in ieder geval, maar van een andere dude. Niet good grip en power. Om deze de berg te beklimmen. Oh, komt helemaal goed, Amy. Doei, Amy. Vallen. Oh, oh, auto. Altijd dat verkeer. Maar zeg nou zelf, het is ook achterlijk. Op de snelweg rijdt er echt gewoon geen hond, hè. Echt helemaal niks. Op een plek waar je zou verwachten dat het druk is. Hier rijden alleen maar lui. En dan niet andere drifters, wat je nou zou verwachten in de nacht. Nope. Geen drifters te vinden. Allemaal lui met een fucking vrachtwagen en andere shit. What the fuck, man. Er is hier niks om ook met die vrachtwagen naartoe te rijden. Echt belachelijk. Maar wij driften er lekker op los. Helemaal mooi. Manu zal trots op ons zijn. Want dat is Manu zijn ding. Driften. En ik heb nog steeds niks veranderd aan de Porsche. Hè, qua handling. En nou gaat het een stuk beter. Dat komt denk ik ook gewoon omdat ik er harder aan wen. De settings zijn niet zoals ik het had. In de beta dan toch. Maar het went. Alleen zoals dit. Zeg maar, ik rem gewoon af en probeer te driften. En dan gaat het mis. Dus ik moet nog steeds wel wat aanpassen. Maar het driften zelf heb ik wel onder de knie. Dat is echt het probleem niet. Het is meer nog dat de auto precies doet wat ik wil. En dat is op het moment helaas het geval. Maar daar brengen we zo verandering in. Ik ga zo even de auto verder upgraden en dan dus die andere auto kopen. Dat doen we na dit raceje. Ik denk dat we dan genoeg cash hebben voor beide namelijk ook. Het upgraden van de Porsche en het kopen van de andere auto. Waar we verder eigenlijk nog weinig aan gaan veranderen. Misschien een beetje body of zo, maar het geld er nog over is. Want de Porsche is verder wel prioriteit natuurlijk. Om die goed te krijgen. En wij rapen deze target time, voor mijn gevoel. We zitten op 24 van de 34 checkpoints. Het is een geweldig mooie baan om te rijden hier, moet ik zeggen, in de bergen. Het ziet er echt ziek uit. Het is echt leuk om doorheen te crossen met deze Porsche. We hebben nog meer dan een minuut over voor nog 6 checkpoints. Oh, al die drifts hier. Zoveel rap points ook. Dat helpt wel om te levelen, al dat drift ook. Oké, dit is smal. Dank u. Oh my god. Precies in zo'n bocht ook. Een busje, een SUV en een ander ding. Midden in en een vrachtwagen en nog een auto. What the fuck doet al dat volk hier op één klein stukje weg? Come on, game. Oeh, die tunnel die galmde mooi trouwens. 255. Perfect. Maar echt, what the fuck, jongen? Wat doet al dat volk daar? Om het op het laatste moment echt te verneuken. Dat zou het zijn. Yeah, we zijn level 19. Woep, woep. Ik vind het helemaal mooi. Dan gaan we even wachten. Dan zal dingen nog wel weer bellen, Amy. Dus we gaan even je Tom wachten. Ik denk dat hier nog een donutplek is. Of een part. Dat moet ik. 82 en achteruit. Oké. Blijkbaar is er geen donut ding hier. Kunnen we wel zelf donuts draaien. Nou ja, driften. Wat dan. Het tilt wel lekker aan dit. Volgens mij is dit. Waarom rijden die lui mee op deze rotonde? Rot op. Oppakken. Dit is een goed plekje om normaal te farmen. Moet je kijken hoe fucking druk het hier is. Kim. En Amy belt niet. Goed. Helemaal prima. Als Amy niet belt, gaan we gewoon naar de huis toe. Ik denk ik zal nog wachten, want straks gaat ze weer bellen, zoals altijd. Maar nope. Niet het geval. Dan gaan we nog heel graag. Ik zal alleen even die auto kopen trouwens. Anders duurt de particle zo langer. En dan gaan we dan. Tuk, 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 tuk. Ik weet niet eens waar die staat eigenlijk. Nou, daar. Hij is er al. 23.000. De RX-7. Normaal vind ik het een afschuwelijk lelijke auto. Voornamelijk qua achterkant. En ik vind het eigenlijk ook nog steeds niet echt een mooie auto. Maar dit ding is echt een beest met driften. Echt een beest. Dat is niet gezond.
En qua uiterlijk kun je ook best wel aanpassen eraan. Best mooie dingen, best lelijke dingen. Voor bumpers. Je kunt ook een complete kit kopen, maar helaas geen Velsight dingetje. Velsight is het volgens mij. Dat wat Han had in Tokyo Drift. Dat zou cool zijn, want dat zou de RX-7 heel mooi maken. Dus je hebt alleen deze dingen. Je hebt dus een Rocket Bunny. Die ik persoonlijk niet alles te mooi vind. Je hebt dit ding, wat ik echt afschuwelijk vind. En dit ding, wat ik ook afschuwelijk vind. Dan vind ik de Rocket Bunny persoonlijk nog het mooiste. Maar we kunnen hem ook gewoon stok laten natuurlijk. We gaan even de ruiten alvast tinten. Maar ik vind de achterkant en de achterbumper en eigenlijk vind ik persoonlijk niet mooi. Dit vind ik ook niet mooi. Dus het kan ook zijn dat we toch voor de Rocket Bunny gaan. De uitlaat word ik gewoon geblokkeerd. Dat is ook zoiets geweldigs. Kunnen we wel andere uitlaat eronder flikkeren. Aardig wat uitlaat. Dit vind ik ook afschuwelijk. Maar er zitten wel... Dat vind ik oké-ish. Dat vind ik nog wel mooi. Maar je kunt dus aardig veel aanpassen. Dus dat is goed. Dat is fijn. Dit is Need for Speed, White Vendor, Origin Lab. Ze kunnen het eventueel breder maken als ze dat leuk vinden. Die ding ga ik even allemaal doen in mijn eigen tijd. Dus ik ga deze auto even zelf customizen qua uiterlijk. En dan zien jullie dat in de volgende part. Maar dit is dus ook een auto van het lijstje af. Ik denk eentje die jullie niet hadden verwacht. En ik zelf eigenlijk wel dat ook niet. Maar het is gewoon de beste driftauto in de game. Dus dat is de reden waarom we deze hebben gekocht. Ik hoop dat jullie het verder een leuke video vonden. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik hoop jullie dan weer te zien in de volgende part. Laters!